Het lijkt een gewone vrachtwagen, maar het is een van de grootste mobiele tv-studio's die gebouwd is. In Assen legt Wim van den Berg er de laatste hand aan. Tegenwoordig mag alles draadloos, hè? Dus... Pompje even aan en dan gaat het dak omhoog. Het is de bedoeling dat dit een mobiele tv-studio wordt. Productie en regie benedenin en dan de studio bovenin. Dus ik bedoel, dat is het plan. En dan gaan we vanuit dat het ook lukt. Al jaren zorgt Van den Berg voor de hospitalityvoorzieningen tijdens de Tour de France. En zo komt hij weer een idee voor nieuwe projecten. Ja, de Tour is 9 van achter de rug. Ik bedoel, daardoor kom je ook in aanraking natuurlijk met dit soort toestanden. Ik bedoel, ja, je ziet wat om je heen. En, ja, en dan dacht ik, oh ja, ik heb nog zo'n chassis thuis staan. Daar kan ik nog wel wat van maken voor de tv. Dus vandaar dit concept. Ja, we zijn er nu 2 jaar mee bezig. Dus ik bedoel, doen we tussen de vrije uurtjes doen we door. Ja, we moeten het uiteraard zomers van de verhuur hebben. En in de winterperiode, ja, dan hobbelen we zoiets in elkaar. Het bijzondere hiervan is dat de uitschuifunits zeer laag bij de grond zitten. Dus er hoeft nauwelijks een trapje voor. Dat zie je bijna nooit. Ik durf haast te zeggen, eigenlijk nooit. En het andere bijzondere is ja, zeer laag bij de grond, ook van achteren qua laadruimte. En het andere bijzondere concept is dat dat we op de bovenetage een staarhoogte kunnen creëren van 3,30 meter. Ja, dus voor het aanlichten heb ik begrepen. Voor een interview of voor studio's, dat het zeer belangrijk is. Ruim 20 jaar geleden bouwde hij zijn eerste wagen, maar de ontwikkelingen gaan door. Ja, deze staat hoog op de poten. Ik bedoel, als je kijkt, de uitschuifunit die zit hier 1,30 meter van de vloer. Je kunt hem net zien, deze is een klein eindje uitgeschoven, maar ja, daar moet dus meteen een trap voor. Ik bedoel, qua ruimte, qua inhoud, ja, heeft deze nog geen 25% van wat die andere wagen heeft. Ik bedoel, hier zit ook veel meer handwerk aan, dus ik bedoel, hier ben je gewoon 1,5 uur tot 2 uur mee aan het bouwen. Het is de bedoeling dat deze studio ingezet wordt tijdens het WK voetbal voor vrouwen in Duitsland.